De heer Van Hagen, groep Van Hagen. Ja, voorzitter. Kijk, we komen hier niet uit. De premier heeft gewoon de wet overtreden en hij blijft dat ontkennen. En dat zijn debatspelletjes. Maar uiteindelijk gaat het over de integriteit van onze premier. En we hebben een aaneenschakeling, een waslijst aan momenten dat hij heeft gelogen. We hebben Hawija, de affaire Omtzigt, we hebben de toeslagenaffaire, we hebben Groningen. Het is een ongelofelijke deuk in zijn blazoen. En ik heb een opmerking gemaakt over de MeToo-affaires in dit huis, tijdens mijn inbreng. Dus ik wil er nog iets aan toevoegen. En dat is gewoon een vraag die ik van man tot man stel. Is de premier betrokken geweest bij een vaststellingsovereenkomst tussen twee mensen, een man en een vrouw, die in deze Kamer een MeToo-affaire hebben gehad? En is hij daarbij betrokken geweest? Ik hoef alleen maar ja of nee te horen, of ik wil het niet zeggen. Oh, toch op, voorzitter, ik weet niet waar dit over gaat. Volgens mij weet je... En overigens, in de eerste helft... Wacht, maar misschien mag ik daarop reageren. Kijk, het gaat over personen. Als het gaat over een vaststellingsovereenkomst, dan gaan we daar natuurlijk niet aandacht aan besteden in dit debat. Dit is echt, dat tast de privacy van mensen aan. Ik weet niet waar u op doelt, maar ik help de minister-president even om daar zelf even een grens aan te geven. Als we het gaan hebben over MeToo en mensen die een relatie wel of niet hebben gehad, dan stel ik wel echt een grens. Dat heeft niks met het debat te maken. Meneer Van Hagen. Ja. Nou, bullshit. Ja. Meneer Van Hagen, gaat uw gang. Nou, ik vind dat niet, want dat gaat over de integriteit van de premier. En als we hier een onveilige situatie hebben en er vindt een MeToo-affaire plaats en de premier gaat in zijn ambtstermijn daar een vaststellingsovereenkomst over begeleiden, dan is dat een punt. En als dat niet zo is, dan hoor ik het graag. Zegt hij nee, daar hoeft de voorzitter helemaal niet in te helpen. Dan zegt hij gewoon nee, daar ben ik niet bij betrokken geweest. En als hij het niet wil zeggen, zegt hij dat ook. Voorzitter, eerst begint de heer Van Hagen weer met die hele lijst die we ook het vorige debat hebben behandeld. Ik heb daar toen in felle bewoording op gereageerd. Dat ga ik hier niet herhalen. Ik verwijs wel naar het vorige debat. Ja. En het klopt stuk voor stuk niet wat hij zegt. Dat is in zijn eerste helft. En die tweede helft ga ik helemaal niet hier in een openbaar debat met de heer Van Hagen. Ik weet niet eens waar hij het over heeft. Dat is het voor onzin, voorzitter. Hou op. U vervolgt, ja, meneer Van Hagen. Nee, voorzitter, het is goed om dat vast te leggen. Want ik denk dat dit nog een vervolg gaat krijgen. Dank u wel.